Een hele goede morgen. Niels die is net met Joefke. Waarheen geweest? Naar het tramstation. Ja, en is ze weer schoon. En de nageltjes. Ruikt weer lekker fris. Ja, de nageltjes zijn gedaan, hè. En jij krijgt zo'n fruitje. Zit jij een fruitje? Ja, dan is het weer tijd voor flesje. Nou, Joefke, ben je weer helemaal schoon? Hè? Je ruikt ook lekker. Ja, je ruikt weer lekker. Woehoe. Welkom bij Nieuwe Ups and Down. Jordi die zit op dit moment even Boomba te kijken. Die heeft net fruit en alles gegeten. En ja, Joef is dus net naar de hondentrimster geweest. Het was voornamelijk ook om te wennen en om even gewassen te worden en de nageltjes te doen. Nou, zo wordt meestal Liam dus wakker. Die wordt al heel rustig wakker. En nou zit hij zo. Kleine Doerak. Het is wel eens zo dat hij hartstikke zo geinig wakker wordt, maar nu wordt hij toevallig een keer vrolijk wakker. Jordi slaapt nog. En hier is er ook iemand wakker. Ben je een beetje chagrijnig? Ga je mee naar beneden dan? Koekoek. Ga je mee naar beneden? De kindjes zijn in bad geweest. Joef is in bad geweest. Dus alle kleine puppy's zijn vandaag in bad geweest. Hé, papa? Alleen wij straks nog. Ja, wij gaan straks ook nog even douchen. En Liam is in slaap gevallen. Tom. En Jordi zit nog even lekker te spelen. Die krijgt daar een flesje en dan gaat hij ook naar bed. Jordi is een beetje ondeugend. Ja, je bent ondeugend. We doen hem af en toe een keer zo neergooien, vindt hij leuk. Ja. 1, 2, boom. En we moeten weer opstaan. Hallo. Kijk je uit. In ieder geval, hij is een beetje ondeugend. Dus we zijn met hem een beetje aan het klooien. Ook gezellig. Nee, niet te achteren. Ja, dat doet hij dus wel. Doet hij best een bed ook.
Jordi, nee. Kan je auto al loslaten? Houtboren. Dat is weer een nieuwe. Houtboren. Ja. Ja. Ik heb mama net medegedeeld dat ze vanavond iets gaat doen. Wat ga je doen dan, schatje? Nou, blijkbaar ga ik uit eten naar de film. Oh, en met wie? Sabine en Bianca. Daar wist ik helemaal niks van. Tuurlijk. Je moet eerder springen, Joef. Die hoeft wel even op mij springen, maar dat lukt niet. Dus... En Mandy is nou maar aan het vloeken en tieren. Want het kan heel slecht tegen verrassingen. En vooral dat ze in het middelpunt van de belangstelling staat. Maar daar sta je vanavond. Het draait allemaal om jou. Flikker toch op, man. Ik vind mijn vriendinnen heel erg lief. Maar dit soort onzin hoeft allemaal niet, hè? En vooral hij hoeft daar niet aan mee te werken. Dus dat hoeft echt niet. Dus straks vroeg ze, wat ben je aan het lachen? Ik weet niet. We waren naar de winkel aan het lopen. We hadden Jordi afgegooid bij de fysio. Waren we naar de winkel aan het lopen. En hij zat allemaal te lachen en te doen. Ik zeg, wat is er nou? En hij zegt allemaal van, oh nee, niks. Er is helemaal niks aan de hand. Ik ben gewoon blij met jou. En dit en dat. Ik zeg, ja, dat zal allemaal wel. Ik zeg, zoek het uit. Ik zeg, met de achterlijk gelach van jou. Nou, blijkbaar daarom dus... Hij had al de grootste lol, want hij weet hoe ik ben en hoe ik daarop reageer. En ik zat allemaal van, oh, eten koken en dit en dat. Nee, zegt hij, we eten pizza vanavond. Ik zeg, nee, ik zeg, we moeten gewoon normaal eten voor Jordi. Nee, zegt hij, we eten pizza vanavond. Ik zeg, nee, ik zeg, ik moet gewoon eten koken voor Jordi. Dus, ja, dat. Ik vind mijn vriendinnen echt heel lief, maar op dit moment denk ik echt bij mijn eigen dat ze allemaal gek zijn, hoor. Ja? Nee, ze zijn allemaal niet goed. Gek op jou. Ja, het is goed met hun. Die sporen niet. Ja, Men, die gaat nog even de verrassing verwerken. Ja, ik heb ze wat meer tijd gegeven om de verrassing te verwerken. Ja, Niels die weet ook dat als hij dit op het laatste moment had gedaan en had gezegd, wat ik dan gedaan? Ja, dan had je je opgesloten ergens in de badkamer of zo. Dan was ik niet meegegaan. En nou moet ze. Om 5 uur sta jij hier buiten de voordeur. Ja, ik word naar buiten gestampt, zei Niels. Niels zegt, dus ik stamp je om 5 uur naar buiten en je gaat maar buiten staan en je komt niet meer binnen. Dus... Ja, echt dat jij aan zoiets meewerkt, hè? Echt waar. Het is echt niet normaal. Dus, dat. Nou, wij gaan even lekker een hapje eten. Of vind je dat nou niet leuk? Ik vind het niet meer grappig. Hij zit de hele tijd, kom, we gaan zo even een hapje eten. We moeten een brood eten. Kunnen alvast even een filmpje kijken. Niels, die gaat helemaal stuk hier. Echt, serieus. Ja. Dat is niet grappig. Ik had net een stukje gefilmd, maar dan moest ik gelijk verwijderen. Het stond allemaal op de boek en het hier. Ja, dat klopt. Mama is op pad met Bianca en Sabine. Ik wou Liam eten geven, maar Liam had een ander idee. Die denkt, ik ga lekker slapen. Dus denk ik, dan ga ik Jordi maar eten geven, hè. En Jordi heeft honger. En Jordi kan goed eten, hè.
Dus ik hoop dat ze veel plezier hebben. Huh? Mama veel plezier heeft. Wil je die niet? Geef maar hier. Maar loslaten. Papa geven. Jordi. Nou, ik ga verder stoeien met Jordi. Tot straks. Ik ben weer thuis. Ja, goede ontvoerders brengen ze altijd weer terug, hè? Het was zo lastig. Ik was mijn telefoon vergeten, dus ik kon ook niet filmen. Maar dat was misschien ook maar gewoon goed ook. Want dan ben je gewoon lekker met z'n drietjes bezig. Joep. Joef is hier de boel onmogelijk aan het maken. Komt ze terug? Onze pinbal. Ben je een pinballetje? Oké. Okay. Maar in ieder geval, we hebben lekker gegeten. We hebben gegeten bij La Cubanita. En daarna zijn we naar de film geweest. En de film zie je nu hieronder staan, want ik zou hem even niet meer weten hoe die heet. Het was in ieder geval met Jan Kooijman, een nieuwe Nederlandse film. En daar zijn we met z'n drietjes heen geweest. Het wordt hartstikke gezellig. Dus ja. Ik ben met Jordi naar een koffie geweest drinken en Liam in de straat. We hebben lekker buiten gezeten. En toen zijn we naar huis gegaan en heb ik eerst Jordi een fles gegeven en toen Liam. En die zijn lekker gaan slapen. En toen kwam ik ineens, werd er geklopt. Toen kwamen ze mijn vrouw terugbrengen. Maar ik vond het hartstikke lief en hartstikke leuk. Ik heb alleen flink zitten vloeken. Ik heb ook gezegd dat ze gek zijn. Maar dat ik het wel heel erg waardeer. Dus. Wij gaan deze ups en downs afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.